Niet alleen het Eiffelgebouw zelf is mooi, waar we onder leiding van een gids een kijkje namen, maar ook het uitzicht is fantastisch. En die zaten daar dan. Ja. En dan gaat hier zo dit hele gedeelte dit. Dat gaat allemaal park worden. En dat wordt het Vondpark. Dit is het Eiffelgebouw. In ieder geval zo is dat bekend hier bij de Maastrichtenaren. Maar officieel is het natuurlijk de Sphinxfabriek die hier is gehuisvest. Die zo'n 175 jaar hier productie heeft geleverd in de stad Maastricht. En ook heel veel werkgelegenheid heeft geleverd. We pakken een helm en dan gaan we naar boven. Ik heb geen idee of er maten in zitten. Ooit is Petrus Regoe begonnen met zijn glasslijperij en door de jaren heen heeft hij dat steeds uitgebreid. Petrus Regoe was de eerste grootindustrieel van Nederland die voor deze Sphinxfabrieken, die toen overigens nog niet de naam van Sphinxfabrieken had, maar gewoon de glasslijperij. Zijn producten, die haalde hij, zijn voltooide producten haalde hij in eerste instantie uit Luik. Toen dat door de oorlog tussen Nederland en België niet meer mogelijk was, toen heeft hij ingezien ook dat halffabrikaten, om die zelf te bewerken, vele malen goedkoper was dan voltooide producten die hij uit België ging halen. Maar dat mocht toen ook niet meer van Nederland. Alleen nog maar halffabrikaten konden dan ingevoerd worden naar Nederland toe. En vanaf die tijd begint Petrus Regoe dan hier ook zelf te produceren. Heel even leek de aftrap van de stadsparkconcerten in het water te vallen. Maar gelukkig werd het al snel droog en werd er volop genoten van het komische duo Edwin en Willy. Ik was 18 en ik verliet de boeren buiten. Voor mij stond vast dat ik iets van het leven maken wou. Weinig bagage, maar mijn hartslag niet te stuiten. Dacht dat ik de lage landen gauw veroveren zou. We staan hier bij Gebouw N, in de tapijnkazerne, voormalige tapijnkazerne. Hier gaan we 8 parkconcerten doen, elke zondag vanaf 13 juli. En de eerste van de serie staat in het teken van Frankrijk. Het is namelijk vandaag, 13 juli, precies 225 jaar geleden, de vooravond van de Franse Revolutie. En Frankrijk en Maastricht zijn sterk met elkaar verbonden. We hebben hier D'Artagnan zien sneuvelen in de 17e eeuw. En we hebben hier een fort dat door de Fransen is ingenomen. De stad is verschillende malen ingenomen door de Fransen. Dus we hebben een sterke relatie. We heten niet voor niks de meest Bourgondische stad van Nederland. En u mag zo'n hoofddoekje omdoen. Ja? Zoietje? Past goed bij de kleur van uw... Goed gekozen. Goed en vrouwen meer. Zij vochten een gevecht. Die domme mina's van weleer. En het is beslecht. Vrouwtje van weleer. Keert nooit meer weer. Nee, nooit meer. Wat zijn we geëvolueerd sinds men in Rome haar met één appeltje onverdeerd had beetgenomen. Maar zie hoe Eva zich geweerd heeft zonder schroom. Dit eerste parkconcert hebben wij Franse chansons. En u ziet achter mij Edwin Paak, ook wel zijn artiestennaam Jules. En aan de piano zit René, dan wel Guillaume. En er zijn wat background vocals zijn er. Alles Franse chansons in vertaling en in origineel. En gladeert ook met Nederlandse chansons van zijn eigen hand. Dat is de eerste. En volgende week, dat wil zeggen 20 juli, hebben wij Flamenco op het programma staan. Gitarist, danseres, slagwerker erbij. En dan staat de dag, de parkconcertdag, staat in het teken van Spanje. Want dan is het een x aantal jaren geleden dat 5 verraders de stad in handen van de Spanjaarden probeerden te spelen. Via de liedjes, ja. En het was niet alleen opstand,
in Frankrijk. Het was ook de Brabantse omwenteling. Die begon er ook in 1789. En de Luikse omwenteling was ook van 1789. Trouwens, prins Bisdom Luik. C'est beaucoup un ensemble et tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt, une valse à cent temps. Une valse à cent temps, une valse à cent temps, à chaque cave fou dans Paris que d'amour, vrai chez tout le temps, une valse à mille temps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, il va pas pour que tu l'aies vingt ans, il faut que j'ai vingt ans, une valse à mille temps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, je ferai seul aux hommes en 333 fatales, dans la ville deuxième. Het is ook allemaal fout gelopen met die appelen natuurlijk. Als je in Irak in een appel bijt, is een granaatappel. Als je daarin bijt, dan heb je een oerknal. Zo eenvoudig is het. Op de eerste dag van de eerste almanak schiep God het aardsparadijs in Irak. Maar hij kwam daar al gauw bedrogen uit, want er was daar iets mis met het fruit. O, waarom toch is onze liefde dat paradijs toen niet komen scheppen? Hier ergens tussen herstappen, jeuk, teuven en peer, leut en gingelom en hebben in het land van Lom.